Mijn naam is Vee Ellen, ik werk voor Mothership. Mothership is kunstproducent en wij zijn betrokken bij het kunstwerk wat in de Markthal nu te zien is. En ik ben daar projectleider van. Het is eigenlijk het idee van de architect om een groot kunstwerk aan te brengen in de binnenkant, wat dan ja, goed zou samenwerken met het gebouw in zijn totaliteit. Want de techniek was eigenlijk al bekend, dus dat het panelen zouden zijn, dat het een print op panelen zou worden. Ze wisten alleen nog niet welke kunstenaar het zou gaan doen. Toen hebben ze dus een pitch gehouden, Arno Koenen heeft hem gewonnen. En die is dus in 3 maanden tijd samen met Mothership hebben wij dat met een heel team van experts samen gemaakt. Maar het was natuurlijk wel een behoorlijk tijdrovend proces. Of tenminste, we hebben het gedaan in 3 maanden, maar wel echt fulltime, iedere dag tot 's avonds laat. Continu daarmee bezig eigenlijk. Arno had eigenlijk met zijn team gelijk al het idee om, om dat direct digitaal aan te pakken. En zijn dus inderdaad heel klein begonnen met vooral die referentie Sixtijnse Kapel, oude meesters, moderne beeldcultuur. En ze hebben daar een soort digitale collage van gemaakt. En ja, daar hadden ze eigenlijk al vrij snel de commissie mee overtuigd dat dat echt een haalbare kaart en het mooiste resultaat zou opleveren. Ik vind het wel een hele creatieve oplossing. Ik weet er zelf nog niet heel veel vanaf. Ik heb eigenlijk alleen maar op het internet nog gekoekeloerd van wat zou het kunnen worden. Ik weet dat het natuurlijk een overkoepelende markt gaat worden. Dus dat vind ik al gezellig. Het oogt gezellig. Het is een buitengewoon spannend gebouw. Ik ben zeer geïnteresseerd om de inhoud te zien. Ik heb het nu vandaag de eerste gezien. Ik ben uit Zwitserland hier in de vakantie. En ja, also, ik ben benieuwd. Nou, ik vind het in ieder geval leuk dat Rotterdam het groot opzet. Ik kom zelf uit Almere. Daar hebben ze ook een markthalletje gebouwd. En dat is het dan net niet. Dus ik wens jullie heel veel succes mee. Het is voor de stad Rotterdam heel goed. Ook voor de toeristen, dat mensen weer eens de knip gaan trekken als ze nog wat over zouden hebben. Ik ga hem zeker bezoeken als die volgende open is. Volgende keer als je bent, staat die open. Volgende keer als je op bezoek komt, gaan we er zeker naartoe. Doen we. Mooi, ik ben heel benieuwd hoe de binnenkant eruit gaat zien en hoe het eruit gaat zien als het in actie is. It's very interesting because it's inside is kind of a tunnel and outside there are some flats. Ja, ik vind het natuurlijk fascinerend dat er iets om te zien is daaraan. Ook dat het overdekt is, want in zo'n weer zou het wel handig kunnen zijn. Maar daar zou Amsterdam een puntje aan kunnen zeggen. Maar goed, die hebben die oude stad nog. En die hebben wij niet, dus wij moeten iets doen. Ja. Ik ben Miranda van den Ende en ik ben projectleider van dit hele mooie initiatief van Natuurlijk in de Markthal. Ja, het is een soort icoon voor Rotterdam geworden, hè. Dat kun je best wel stellen. Ik denk wel dat dit iets bijzonders wordt, nationaal en internationaal. Ja, ik vind het gewoon fantastisch dat je dat kunt realiseren, heel mooi. Nou ja, je ziet het, er is hier nog ontzettend veel te doen. Ik denk dat er best wel een hoop hectiek en stress is op dit moment. Want als je ziet dat het woensdag allemaal hier open moet, dan is er nog best wel wat te doen. Maxima die komt natuurlijk openen, dus dat is sowieso al erg leuk. Ja, om gewoon iedereen gewoon helemaal klaar te zien en ingericht. Dat lijkt me wel een hele mooie dag worden. We zitten eigenlijk aan de mooie kant van de Markthal, aan de koopgrootkant. Als je hier om je heen kijkt, die kleuren, die pracht. En ja, ik vind het gewoon waanzinnig. Ik denk dat het heel veel mensen gaat trekken, alleen al om de architectuur. En ja, vers allemaal op één hoop, dat wordt een Eldorado. Ik hou erg van koken, van gezond en dat kun je hier allemaal straks vinden. Ja, ik kan me best voorstellen dat mensen het de Sixtijnse Kapel noemen. Het is zeker inspiratie geweest voor de kunstenaars. We zijn nu nog bezig met de beamers die ook 's avonds aangaan. Dus dat is nog een extra de kers op de taart van het kunstwerk. Dat kan je nu nog niet zien, maar straks bij de opening wordt er om 8 uur 's avonds gaan de beamers eigenlijk voor het eerst aan met een spectaculaire audiovisuele animatie.